Tegen de jongen, nieuwste aan in Zwijroeslaar. Vertel eens waarom de keuze voor deze club. Ja, ik moet zeggen, ze hadden in het begin eigenlijk al gebeld, vlak na het seizoen. Maar ik heb toen eigenlijk als antwoord gegeven dat ik liefst van al in eerste klasse zou blijven. Maar mits omstandigheden is hij eigenlijk blijven aanslepen tot een definitieve transfer naar een club in eerste. En dan waren er op het einde nu nog wel aanbiedingen, maar dan heb ik gezegd van ik ga gewoon ineens voor iemand vertrouwd. Want Johan Planken is mijn manager nog geweest, dat is iemand dat ik ken. Frankie van der Elst, ja, die ken ik ook van het verleden, bij Beerschot en heel de dingen. Dus dat zijn wel vertrouwde mensen. En ik heb gezegd van oké, dat is misschien een stapje terug naar tweede, maar dat is ook een nieuwe start voor mij nu. En ik hoop hier een heel seizoen goede prestaties te kunnen leveren en ook de club mee voor te helpen. Je bent opgeleid bij Club Brugge, maar speelde de voorbije seizoenen bij Zultewaardig en Lierse. Ja, klopt. Ik ben uitgeleend geweest eigenlijk. Het eerste seizoen heb ik bij club gespeeld. En dan heb ik een blessure gehad aan de knie. Daar ben ik aan geopereerd geweest. En na de operatie zei club van het is beter om terug op je positief te komen bij een andere club op uitleenbasis. Om dan terug een nieuwe start te maken. Maar eigenlijk, het eerste seizoen bij Waregem ben ik dan terug beginnen sukkelen met de knie. En het tweede seizoen bij Lierse ben ik beginnen sukkelen met pubalgie. Dus dat zijn eigenlijk ja, 2 jaar op rij, redelijk zware blessures. De knie ben ik dan geopereerd geweest. En bij pubalgie heb ik het geluk gehad dat ik niet geopereerd ben geweest. Maar nu is alles voorbij en hopelijk heb ik nu alles gehad. Voorkeurpositie, je komt denk ik als linksachter, maar kan eigenlijk op de ganse ja, buiten. Ik heb eigenlijk een opleiding gehad als linkerflank. Dan op mijn 18 eigenlijk naar de bak verhuisd. Daar heb ik nu ook al een aantal jaren ervaring dan op die positie. Ik heb zelfs op positie 8 en 7 ook gespeeld. Dus uiteindelijk, er zijn veel oplossingen voor een trainer met mij. Met welke ambitie kom je nu concreet naar Roeselare? Ja, voor mijn ambitie is eigenlijk dat ik hier elke wedstrijd tot de laatste kan spelen. Dat ik een vaste pion sowieso word en dat ik mijn carrière terug kan lanceren. En mijn ambitie voor de club is, ik vind toch met deze ploeg, ik ze zien en het voetbal dat we brengen, denk ik dat een top 8 wel haalbaar moet zijn. Oké, succes. Dank je wel.